Het eerste boek ligt gewoon in de auto van mij. Dat heb ik speciaal meegenomen voor het onthouden. Heb je het niet? Nee, ik heb niet bij. Hello darkness, my old friend. Hallo daar, welkom bij de allereerste aflevering van Brechts Boekenclub. Wij noemen alle twee Brecht en vandaar Brechts Boekenclub. En natuurlijk gaan we daarin ook boeken bespreken. Vooral marketing en entrepreneurship boeken, die zeker heel interessant zijn voor jullie. Het eerste boek dat we gekozen hebben is The Customer in the Dive to Tomorrow van Steven Belgium. We waren een aantal weken geleden te gast op de boekenbeurs bij de boekenvoorstelling. Als jullie dat nog niet wisten, dan moeten jullie misschien mijn vlog eens kijken, wat ik ook zal linken hier in de description. Het heeft wel wat tijd gekost om het boek te lezen, omdat ik vooral redelijk traag lees en Brecht dat een ander probleem met het boek. Ja, ik lees vooral op de bus en het formaat leent zich daar niet echt toe, wat voor mij toch wel het grootste nadeel is aan het boek. Het is geen standaard formaat, het is redelijk breed en dat heeft wel zijn gevolgen voor de leescomfort op de bus. Maar dat is het enige negatieve wat we te vertellen hebben, het boek. In het boek legt Steven Belgium wat meer uit over hoe customer experience gaat veranderen in de Day After Tomorrow. En Day After Tomorrow waar AI een grote rol zal spelen, maar ook de Internet of Things. Dus in dat aspect is het wel een zeer interessant boek om te lezen. En we willen graag drie dingen meegeven wat wij al geleerd hebben uit het boek. En het eerste is eigenlijk... Wel, de Day After Tomorrow is eigenlijk iets verder de toekomst. Waar gaan we op dit moment naartoe evalueren? Maar ga hier nu niet al uw geld opzetten. We moeten ook nog altijd nadenken, hoe zit het vandaag, hoe zit het morgen? Wat moet ik nu doen om mijn klanten te blijven boeien, zodat ik de day after tomorrow echt wel degelijk haal? Na de digital first golf kwam de mobile first golf. En nu is het eigenlijk meer naar AI first. Maar Steven Belgium zegt van niet al het geld op de AI first te zetten, maar ook nog te investeren in vandaag en morgen. Want dat zijn dingen die je nodig hebt voor korte termijn value te creëren. En sommige bedrijven zitten ook nog met een shit of yesterday. Dus dat is een heel interessant hoofdstuk in het boek over een investeringsmodel, wat ze hebben uitgewerkt samen met Peter Rinze over hoe dat je kan investeren in de day after tomorrow. En het tweede stuk dat wij uit zijn boek gehaald hebben, is dat je steeds meer gaat moeten inzetten op long tail keywords. Dit vooral omdat mensen via voice search gaan beginnen zoeken. En alleen het bovenste resultaat telt. Dus je moet vooral zien dat je een hoge relevantie hebt bij deze longtail keywords. Omdat mensen ook gewoon in longtail keywords praten. En natuurlijk ook bij, als we denken aan voice en aan virtual assistants zoals Google Home en Amazon Echo, moeten we dan ook natuurlijk gaan nadenken over hoe gaan we communiceren naar die machines toe en hoe gaan eventueel onze machines communiceren naar die machines toe. Wat Steven Belgium vertelt in zijn boek is dat perceived value misschien veel minder relevant gaat zijn in de toekomst, maar meer real value gaat geleverd moeten worden aan de klanten van in de dag van morgen. Het derde wat we geleerd hebben is dat er ook een aantal investeringsassen zijn over hoe elk bedrijf kan investeren in AI en hoe dat je eigenlijk kan inzetten op een customer first in die AI-wereld, hoe dat je klantenervaringen beter gaan worden. En hij geeft ook vier investeringsassen waarop je kan investeren. Zo is er de commodity magnet, de data hefboom, augmented reality en intelligence augmented, maar ook de Internet of Things. Dus onze conclusie is dat we het boek zeker aanraden voor iedereen die geïnteresseerd is in AI, in chatbots en de hele nieuwe digitale beweging. En zeker voor bedrijven die bezig zijn met customer service. En eigenlijk voor elk bedrijf die klanten wil bereiken, is het wel een heel interessant boek om te lezen. Dat was onze allereerste Brechts Boekenclub en we hopen er in de toekomst nog wat vaker te doen. We weten nog niet over hoeveel tijd we gaan er geen tijdspan op plakken, maar... Als je nog boeken hebt die je ons wil aanraden, laat het ons zeker weten in de comments. En we kijken uit naar je suggesties.